En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 1 juni. Tijdens de avond en nacht is er lokaal één enkele bui mogelijk. Aan het einde van de nacht zal er zich in enkele gebieden nevel of mist ontwikkelen. Vannacht zullen er in alle districten af en toe lichte buien zijn, maar zal het voor lange tijd droog zijn. In de middag van 1 juni, morgen, zullen er in de districten Saramaka, Koroni en Ikeri af en toe lichte buien zijn, maar zal het voor lange tijd droog zijn. Terwijl in de overige districten er perioden met onweersbuien worden verwacht, met soms windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgenmiddag in bepaalde gebieden matige onweersbuien mogelijk zijn, die gepaard gaan met windstoten.